De Vierdaagse Vissen komt dit jaar weer met een bijzonder polsbandje op de markt. Met de aanschaf van dit bandje heb je als vrienden van de feesten niet alleen allerlei voordelen en kortingen te pakken. Ook op sociaal gebied heb je een streepje voor. Als je het polsbandje binnenste buiten keert, verschijnt namelijk de tekst Talk to Me. Voor 12 euro heb je een polsbandje voor de Vierdaagse Feesten waarmee je van veel voordelen profiteert. Zo kun je snel doorlopen bij de toiletten, is er een extra programma aanbod en kun je één keer gratis met het pontje naar het stadseiland varen. Sinds de editie van 2022 staat er Talk to Me op het polsbandje. En dat betekent dat als je dit draagt, dan laat je eigenlijk merken, ik sta open voor contact. Ik vind het fijn om met meerdere mensen in contact te zijn. Dat doe je natuurlijk sowieso al wel op een festival. Het hele sfeertje met nieuwe mensen ontmoeten. Nou, en dat willen we eigenlijk stimuleren om dus met nieuwe mensen, bekenden, wie dan ook, elkaar te verbinden en samen de feesten te vieren. Dit jaar zal er een platform zijn waar je mensen kunt terugvinden die je op de feesten hebt ontmoet, maar geen contactgegevens van hebt. Dit is nieuw, want vorig jaar konden mensen elkaar niet meer makkelijk terugvinden. Want we kregen echt een berg aan berichten over ons heen met ja, ik heb zoveel leuke mensen ontmoet, maar geen nummers uitgewisseld. Of ik heb een leuke iemand ontmoet, maar ja, ik krijg daar geen contact meer mee en ik weet eigenlijk helemaal niet waar die vandaan komen of komt. Dus toen hebben wij op social media allemaal oproepjes gedeeld en daar kregen we weer veel meer reacties op van ik wil ook iets delen en toen kregen wij het eigenlijk niet meer voor elkaar om dat goed te doen. Dus toen kreeg ik weer allemaal reacties van platforms die dat misschien wel kunnen doen. Dus nu gaan we samenwerken met Matchmaker Brabant en zij gaat voor ons zo'n platform inrichten waardoor mensen dus via onze app en website daarop terecht kunnen komen en in zo'n besloten groep die oproepjes zelf kunnen delen. Wij zullen ook zorgen dat er evenementen inkomen van ontmoet daar de mensen die je gisteren misschien gezien hebt. Dus om ook mensen een beetje te helpen en te sturen daar naartoe. Helaas zijn er nog geen succesverhalen bekend van voorgaande jaren. Met dit nieuwe platform hoopt de organisatie dat het makkelijker wordt om met elkaar in contact te komen. Ik heb zelf niks meer teruggehoord van de mensen die we gekoppeld hebben. We hebben namelijk superveel oproepen gedeeld, maar de drempel om natuurlijk te reageren was best wel hoog. Want je moet ons dan een berichtje sturen met, ja volgens mij ben ik die persoon die waarover gepraat wordt. En dan stuurde ik steeds wel de profielen naar mensen door, met goedkeuring natuurlijk. Maar dan hoorden we of terug van, oh helaas, ik was het toch niet. Maar verder heb ik daar nog niks over gehoord. Dus als er iemand dit ziet, zou het natuurlijk heel leuk zijn als we dat nog terug horen. Maar daarvoor willen we dit platform dus ook inrichten. Zodat mensen wat anoniemer en dat de drempel wat lager is om te reageren. Zodat er hopelijk wel echte koppels naar buiten gaan.